En dan hebben wij mevrouw Shida Ori en mevrouw Imara Yanki te gast. Ze zijn vertegenwoordigers van Stichting OVA Plus. En deze stichting heeft zich als doel gesteld het ondersteunen en bevorderen van onder meer de vruchtbaarheid bij mannen en vrouwen. Dames, goedemorgen en welkom in de studio. Als we praten over het ondersteunen en bevorderen van onder meer vruchtbaarheid bij mannen en vrouwen, aan u de vraag, mevrouw Ori. Waarom zouden we moeten denken? Als we praten over ondersteunen, dan heb ik het specifiek over het financiële, het medische, het emotionele, het energetische en dus die factoren. Mm-hmm. Wij zijn ervan overtuigd dat vrouwen, in het bijzonder paren vrouwen, ja, gericht ondersteuning moeten krijgen wanneer ze hun kinderwens willen vervullen. En ja, dus vandaar dat we, en ook in het geval waar het zwangerschap bij de vrouw extra risicovol kan zijn, dat we daar ook ondersteuning willen bieden aan die vrouwen. Ja, we komen straks daarop terug. Houd u dat even vast. Mevrouw Yanki, stel, een van de seksen is onvruchtbaar. Hoe gaat uw organisatie daarmee om? So, eigenlijk zouden we straks daarop terugkomen. We hebben daarom een introduction event georganiseerd, waarbij we dus antwoord willen geven op al deze vragen. Mm. En dat is dus waarvoor we zeg maar dit willen promoten. Ja, maar ik kunt nu aangeven toch hoe jullie hoe de organisatie ermee omgaat, zeg maar, als een van de seksen onvruchtbaar is, maar er is wel een kinderwens. Wat gaat u me adviseren als ik, zeg maar, als ik te gast ben 7 december bij jullie? Nou, er zullen verschillende mensen daar aanwezig zijn. We zullen ook verschillende relaties onderhouden met ziekenhuizen, gynaecologen. Dus we zullen daar dan de ondersteuning geven en dan zo de koppels adviseren. Ja, wat te doen. U gaf ze even aan mevrouw Ori dat, ja, zeg maar, bij een gecompliceerde zwangerschap, dat die organisatie, zeg maar, ook ondersteuning biedt. Ja. En ja, wat houdt die ondersteuning concreet in? Als ik praat over het financiële, mijn collega zal het straks ook aangeven dat het financiële, wij willen bijvoorbeeld apparatuur bieden aan ziekenhuizen in Suriname, zodat ze de vruchtbaarheid bij mannen als vrouwen kunnen bevorderen. En op die manier dan die paren hun kinderwens of die vrouw haar kinderwens kan vervullen. Ja. Waarom hebben jullie zo'n organisatie opgericht? Nou, omdat het ons is opgevallen, zeg maar, dat er echt een behoefte is hieraan. En ja, er is wel al redelijk ondersteuning ervoor, maar niet zozeer een organisatie die zich volledig erop richt om mensen te ondersteunen bij het verwensen of het verwezenlijken van hun kinderwens. Mm-hmm. Oké, okay. U gaf het al eerder aan, 7 december hebben jullie een introduction event. Yes. En de mensen zijn uitgenodigd om te komen naar jullie event. Waar wordt het gehouden? Aan de Burenstraat nummer 11, achter Apotheek Polane. Als je dus met je gezicht recht voor de apotheek staat, zult u aan de linkerkant de gang zien en daarna zult u dan verder worden begeleid. Ja, u gaf al eerder aan dat er verschillende ziekenhuizen, gynaecologen aanwezig zullen zijn om mensen te voorzien van adviezen en eventuele begeleiding. Maar wat staat er nog te gebeuren op die avond? Op de avond zullen we dus alvast OVA Plus introduceren. We zullen aangeven waarvoor we staan, wat mensen van ons kunnen verwachten. En ja, er zullen ook verschillende mensen daar aanwezig zijn die dit dan verder zullen introduceren en inleiden. Oké, mevrouw Ori. Jawel. Als we praten over het... Ik blijf nog steeds bij dat punt van vruchtbaarheid, omdat het nogal een belangrijk punt is. En we weten dat er ook emoties eraan gekoppeld zijn. Vooral als het koppels zijn die al een tijdje kinderwens hebben, maar dat kan nog niet plaatsvinden. Zeggen jullie dat jullie ook speciale hulp bieden, of althans speciale begeleiding bieden voor deze mensen? Dat denk ik luid op nou hoor. Een psycholoog, een maatschappelijk werker. Dat die het welkom. Ja, dus we gaan in de toekomst zullen we samenwerken met
zoals mijn collega zei, gynaecologen, ziekenhuizen, om die ondersteuning en begeleiding te bieden. En het is best een gevoelige onderwerp en vandaar dat we ook dan voor de toekomst kunnen we daar nog altijd over praten voor psychologen en ja, en die ondersteuning, het emotionele ondersteuning ja. bieden. Oké. Okay. Jullie hebben een flyer meegebracht, misschien kunnen we dat weer in beeld krijgen. Ja. En daar zien we bepaalde punten. Mevrouw Yankee, kunt u ons even inlichten over uw flyer? Oh ja, onze flyer is dus introduction event waar het wordt gehouden en hoe je kan registreren. Het is heel makkelijk, je moet slechts je naam en nummer doorgeven. Je mag een appje sturen, sms'je of je mag het telefonisch doorgeven. We hebben een heel erg makkelijk nummer 8-5-4-3-2-1-3. Kunt u nog een keer ja, ik herhaal het nog een keer. 8-5-4-3-2-1-3. Als mensen het makkelijker vinden, mogen ze ook een Facebook berichtje sturen. Ons naam op Facebook is OVA Plus. Of mensen mogen e-mailtjes sturen. Ons e-mailadres is info@ovaplus.com. Ja. Mevrouw Ori, zijn er kosten eraan verbonden? Nee, er zijn helemaal geen kosten eraan verbonden. Het is geheel gratis. De entry is gratis. Het registreren gebeurt ook, kan ook gratis, gratis plaatsvinden. Mm. Dus geen kosten aan verbonden. Okay. Tot slot, hebben jullie een speciale oproep naar zeg maar, jullie specifieke doelgroep toe? Ja, ik zou dus hierbij ieder willen oproepen om te registreren en deel te nemen aan dit event. Het kan zijn dat je zo een kinderwens wilt vervullen. Dus vooral die mensen willen we benaderen. Maar ook als je gewoon nog met vragen zit. Of ook voor de mensen die ons willen steunen en of willen doneren.